Levi, je hebt net je eerste contract getekend bij VVV tot de zomer van 2025. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe voelt het? Ja, het voelt echt top om nu de beloning te krijgen na het harde werken. En gewoon blij om nu speler van VVV te zijn officieel. Ja, voelt het zo als een beloning? Ja, het voelt eigenlijk als een beloning. Het is gewoon waar je als jongetje van droomt en waar jij eigenlijk hard voor werkt elke dag. En ben ik ook echt blij om nu getekend te hebben. Ja, ik kan me voorstellen dat je geduld wel op proef is gesteld, want je bent al best wel een tijdje bij het eerste elftal. Ik had wel genoeg geduld en ik dacht bij mezelf, het komt vanzelf als ik gewoon goed blijf presteren. En op een gegeven moment gaat dat lopen en dan weet je dat vanzelf ook wat eraan zit te komen. Dus op een gegeven moment wist ik ook dat er iets ging komen. Is het nu een opluchting dat het allemaal rond is? Ja, opluchting vind ik wel een groot woord, maar het is gewoon fijn dat je nu een contract hebt getekend en dan kan je nu weer verder focussen op het voetballen. VVV is de club waar je binnenkwam in de jeugd. Mm. Toen ben je een tijdje gestopt. Ja. Waarom was dat precies? Ja, het had schoolredenen. Ik wilde graag in de eigen omgeving mijn school doen. En daarom gekozen om niet naar Den Hulster te gaan. En bij SH eigenlijk op hoog niveau nog blijven voetballen. En waardoor ik uiteindelijk de stap terug kon zetten. Heb je nooit spijt gehad van die keuze? Jawel, af en toe wel. Bij VVV speel je toch tegen leuke tegenstanders. En dan mis je af en toe wel toernooien en zo. En leuke wedstrijden. Maar uiteindelijk is het toch goed gekomen, want je bent nu alsnog in het eerste van VVV. Ja. Het is allemaal heel snel gegaan, hè? Ja, klopt. We mochten met de voorbereiding meedoen. Met het eerste. En toen eigenlijk geen verwachting wat er ging komen. En toen een goede indruk denk ik achtergelaten. En uiteindelijk van invallen naar een aantal wedstrijden in de basis gespeeld. En hoop op nog meer. Was je daardoor verrast dat het zo snel ging? Een beetje wel. Maar uiteindelijk doe je het wel allemaal zelf. Dus dat is gewoon een beloning eigenlijk voor jezelf. Ik kan me voorstellen dat toen je aan dit seizoen begon, dat je dit niet verwacht had nu. Nee, klopt. Dat had ik inderdaad niet verwacht. Maar daarom is het ook alleen maar mooier dat ik zo snel is gelopen. En wat ik zeg is gewoon een beloning dat het zo goed is gegaan de laatste tijd. En je maakt ook best veel minuten al. Als invaller, soms als basisspeler. Dat is ook boven verwachting, denk ik. Ja, klopt. Bij het begin had ik sowieso niet verwacht dat ik echt veel wedstrijden ging spelen en dan helemaal niet in de basis. Dus dat is eigenlijk alleen maar mooi voor mij en ook een ervaring om mee te maken tegen eigenlijk topteams in Nederland. En daar blijf ik ook telkens van genieten. Oh, Roemer mag die bal zomaar aannemen en volgeven en dan is het raak. Daar is het doelpunt van Smans. 17 jaar, dit is zijn eerste doelpunt voor VVV. En wat wordt er knullig verdedigd door Dordrecht. Is dat ook de reden dat je voor zo'n lange periode getekend hebt? Ook. Ik heb het gewoon hartstikke naar mijn zin bij VVV. En dit is gewoon mijn omgeving, dus in de buurt. En ik heb het hier hartstikke naar mijn zin. Dus ik had geen reden om daar iets op aan te merken. Ja, je contract is nu getekend. Dat kunnen we afsluiten. Die kun je nu helemaal richten op het voetbal. Mm. Als we daar gaan kijken, wat zijn dan persoonlijke doelen voor jezelf dit seizoen? Dit seizoen is veel assists leveren. Ik speel nu al zeker wat wedstrijden basis. Maar gewoon de speeltijd die ik krijg, wil ik gewoon belangrijker worden voor het team. En doelpunten en assists, wat ik zeg. En dan hoop ik gewoon dat we wat wedstrijden weer gaan winnen. En dan hoop ik dat we het een goed seizoen nog kunnen draaien.